Deze nieuwsuitzending die gaat over de Koran. En daar ben ik op gestoten, op gekomen omdat ik op dit filmpje stuitte. Wat ik vond op een christelijke website, waar ik vaak kom. En ik heb hier een beetje kritiek op. Maar ik zal hem, full screen zetten. Duik hem even voor de grap. Gaan we even een stukje naar hem luisteren. Hooguit 2 minuten of zo. Ik zal het in kort even samenvatten. Dit is ergens, ik denk in Engeland. Misschien wel in Hyde Park. In Londen. En daar is een man heel erg aan het fulmineren tegen de Koran. En wat ik dus vind is dat dit niet de manier is. Ik zal zo dadelijk vertellen waarom. Maar eerst gaan we even horen fulmineren. Zijn these is dat er allemaal verschillende Korans zijn. En die heeft hij allemaal verzameld. En zijn medestanders die houden ieder een Koran omhoog. Koran. And what do we now know about these Korans? Upton says there's nothing. Now Upton, do all these Korans agree with each other? No. De vraag was hier om even in te grijpen. Hij zegt dus, stemmen deze Korans allemaal met elkaar overeen? En zijn groep die roept dan, nee. Are there two Korans that agree with each other? Die vraag was, zijn er twee Korans die het met elkaar eens zijn? En het antwoord luidt weer, nee. Is there even one Koran that agrees with the Koran we have here today? Is er maar één Koran die overeenstemt met de Koran die wij hele ten dagen lezen? Oh. Oké. This is the Quran we use today. It's the same Quran. This is not the same Quran as these ones we have here today. Suratel Ayasad says, Yaksibuna. What's that mean? Yaksibuna. They lie. It means they lie. Okay? And over on this side, it says, Yukazibuna. What is Yukazibuna? They cause and lies. They cause, they accuse others of lies. Ja, dat is natuurlijk een behoorlijk verschil. Dat in de ene Koran staat, ze liegen. En in de andere Koran staat, ze beschuldigen anderen ervan dat ze liegen. Ja, het is verschillend. Here you have Takakuna. Takaluna versus Yakaluna. So Takaluna versus Yakaluna. They say, you say, they say. Okay, you say or they say. And the verse says, or do you say Ibrahim, Yakub, and Azaf, great word Jews. And over here in the verse it says, or do they say that Ibrahim, Yakub were Jews? En nou worden de Arabieren boos, denk ik, met de Mohammedanen. We gaan één klein stukje verder. Vlak voordat hij gaat lopen, want hier gaan ze lopen. Ik heb het voorbereid hoor, even zoeken. Ik wil het niet te lang maken. Hier gaat hij denk ik weglopen. Ik kom wel leuk. Why are the Muslims always violent like this? Come on, Muslims, calm down. Calm down. Calm down. If you're going to be violent, just go. We'll call the police. We'll ask you to go. Just to watch what's been happening. We showed these 26 Korans, you'll see the video. We were about ready to leave the corner when all these young Muslims came and surrounded us. They wanted these Korans. They wanted to take them. They were trying, as you saw, trying to take them out of our bags. They were very upset because they want to know why we have these Korans. We told them because we've been showing that they're all different. And they could not believe that, and they didn't want this evidence to leave the corner. This is not your Quran. I'm the public.
prophets. He's not allowed to the Quran Karim and the law on it. They want to steal from him. Stop him, stop him. Who cares? Who are you? Who are you? Why are you so? I want to know why you have so many Qurans in the bag. Because every one of them is different. Every one of them is different. Shut up, Wet. We have shown today 26 different Qurans, and you're upset, and you want to take these Qurans from us. I don't want to take it. Have I said that? Has it look at everything? Goodbye. We've finished this. Hey, 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 hey! Don't touch it. Here we go. This is so difficult. You saw how we had to walk away. You saw how we had to protect the bag. You saw how they tried to even grab it out of the bag. Can you see why this destroys everything Islam stands for? Can you see why Muslims are so insecure? Thank God we don't have this problem with the Bible. It's going to be something that will continue. But you don't understand, for Muslims who have always been told their whole lives that the Quran is sacrosanct, it's eternal, it's been sent down, it has been unchanged, and every Quran is exactly the same all over the world. We showed that there were 26 different Qurans. They're in those bags. They wanted to get rid of them. They wanted to make sure that we did not continue with this because they don't know how to deal with it because it destroys everything they know. They don't have a relationship with God. All they have is that Quran and the map, the book of the map, the book of the map. That's all they have to go on. I can see why they're angry. I can see why they wanted to get rid of this from us. I can see why they were concerned that we were still going to use this. Because as long as we have this in our possession, we can now show the whole world the problem with this book, this Quran. God bless you. There's a man by the name of... Wat zou dat passen? Deze man ken ik trouwens ook. Hoe naar geluisterd. Wat is hier nou het punt? Ik vind dat als je mensen wil overhalen naar de Bijbel, naar het christendom, wat mij een heel goed idee lijkt, dan moet je dat doen vanuit een liefdevol en aandachtsvol perspectief. Je moet die mensen zien als mensen die jij gaat helpen met een blijde boodschap, het evangelie. Het helpt niet zoveel om tegen die mensen te zeggen, jullie geloof deugt niet. Ja, voor hetzelfde geld worden ze vervolgens boeddhist of hindoestaan. Of atheïst, nihilist. Daarmee maak je het nog niet tot een christen. En je kan in de Koran, je hebt verschillende aanvallen op de Koran. Er bestaan in de Koran een aantal teksten waarvan ook ik denk van, Maar als je met name het Oude Testament leest van de Bijbel, staan er ook een paar verhalen in hoor. Die zijn ook niet voor de poes. Daar loopt een christen ook niet mee te koop. En als je het hebt over verschillende versies van de Koran, er zijn ook heel wat versies van de Bijbel. Het begon al met Tyndale of zo, Wycliffe, en daarna kreeg je in de tijd van Luther dat er allerlei verschriften opgedoken werden. En toen kwam in 1611 kwam de koning Jacobus Bijbel, King James, 1611. Maar toen kreeg je de New King James Version. Hier heb ik ook de NIV Version. Je hebt nog een Geneva Bijbel. Ja, en hier in Nederland heb je, ik heb zelf een NBG Bijbel. Maar er is hier een, of hier op mijn computer, sorry. Op het internet, er is een website. En dan kan je dus allerlei verschillende Bijbels naast elkaar vinden. Hè? Echt stapels hoor. De Nederlandse Bijbel online ofzo. Dus het is een beetje de pot die de ketel verwijt. Snap je? Wat natuurlijk wel heel opmerkelijk is. Is dat die Mohammedanen daarvan zo van streek maken. En ook is het zo dat de King James Bijbel van 1611. Die is
Dat is echt, er is jaren over gedaan. Koning Jacobus, of King James, dus King James the First, die heeft dat gefinancierd. Tot grote ergernis van de katholieke kerk. En wij kunnen natuurlijk ook nog er tegenin brengen dat die katholieke kerk die loopt te rommelen in het modderige water. Hè? Terwijl de Koning Jacobus Bijbel, die is toch... Dat is eigenlijk wel een consensus. De kritiek op de Koning Jacobus Bijbel is dat hij ouderwets taalgebruik is. En dat daarom dat hij een beetje gemoderniseerd moest worden. Maar wij hebben er ook stapels. Met hele opmerkelijke verschillen. In de katholieke Bijbel daar staat bijvoorbeeld... Gij zult uw zonden opbiechten. Terwijl in de koning Jacobus Bijbel daarin staat... Gij zult elkander uw fouten opbiechten. En een zonde, dat is iets wat echt heel erg stout is. En een fout, ja, dat zijn dingen die je maakt als je, als je aan de slag gaat. Als je nooit iemand wat belooft... Ja, kan je ook geen fouten maken. Ben je altijd op tijd op je afspraak. Namelijk, je hebt helemaal geen afspraak. Zo'n fout is niet zo erg. Een zonde wel. En zonden, daarvan zeggen wij, die wieg je op aan Christus Jezus. Dat doe je maar lekker in je eentje, op je blote knieën, in je eigen bed. En niemand hoeft te weten wat jij denkt. Of wat jij zegt. En het bashen van de Koranisten of de Mohammedanen. Die man zou ook mogen vertellen, en dan wordt het misschien nog veel erger, dat de Koran met een grote mate van waarschijnlijkheid geschreven is in opdracht van de katholieke kerk. Die organisatie van die zo vreselijk gewelddadig was, of is ook nog... De laatste oorlog de Koran of dacht ik, die de katholieken hebben veroorzaakt, wat was dat ook al, ja, ISIS, vertel dat aan de Mohammedanen en vraag aan de Mohammedanen wat zij ervan vinden. Dan gaat het met name om de afkomst van Khadija. Waar kwam Khadija vandaan? Alberto Ribera, ik zal hem even bijpakken. Met mijn vingers geef. Je schrijft Rivera en je zegt Ribera. En dan islam. En dan Vaticaan. En dan videootjes pakken. En even zijn hoofd erbij halen. Kijken of ik me snel kan vinden. Haal hem gewoon even in beeld en er hoeft geen geluid bij. Vind ik. Maar deze man, Alberto Ribera, dat was een katholieke hoge pief. Die heeft er heel erg lang voor die organisatie gewerkt. Of binnen die organisatie, moet ik zeggen. Hij heeft een werk gedaan binnen die organisatie. En uiteindelijk werd hem dus verteld, toen hij helemaal in de bovenste regionen zat. Want de katholieke kerk is een strikt hiërarchische organisatie. Toen werd hem dus verteld door zijn leraren, die nog veel ouder waren en nog hoger in de orde zaten. Dus de katholieke kerk zegt zelf, volgens Alberto Ribera, dat zij dat gedaan hebben. Nou, dat zou kunnen verklaren waarom de Mohammedanen, en niet alle Mohammedanen natuurlijk, maar de Mohammedaanse beweging, de Mohammedaanse moraalfilosofie, dat is net zo gewelddadig als de katholieke kerk, waarbij het doel heiligt de middelen. En een ongelovige, ja, als je die omlegt, ja kom, dat is eerder goed dan slecht. Zou het daar een keer over gaan hebben? Waar komt de Koran vandaan? Laten we daar een discussie over hebben. En laten de Mohammedanen ook maar beslissen, net als wij christenen. Ja,
dit is onze Bijbel. Of onze Koran, dit is ons boek, zo moet ik het zeggen. Er zijn er meerdere, maar wij doen die. Hier in Nederland mag je een NBG-bijbel kopen. En dan heb je gewoon een goed gesprek met iemand. En die heeft een bijbel van de Jehovah's getuigen. Ja, zit weer wat anders in elkaar. Hoef je toch geen ruzie over te maken? Dat is eigenlijk haarklover, hè? Je moet met je geloof iets goeds doen. En ik denk dat dat het makkelijkste gaat vanuit het christendom. En dat je dan de minste ruzie krijgt met andere mensen. En dat je dan zeker niet zo gek gaat lopen doen als die ene jongen die je net zag. Van ik ga even al die boeken stelen. En dat je dan ook nog tegen die man zegt. Nee, ik wil ze niet stelen. Ik wil ze alleen maar even inkijken. Ja, dan voel je de leugen al hangen. Maar daar heeft die man misschien zelf het wel een beetje nagemaakt. Ja. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburg zeg ik dan deze fijne korte uitzending. Tjus. En dag lieverd.